Ja, hallo, hallo. Welkom bij een Too Good To Go vlog. Zo hebben we een hele lange tijd niets. En nu zitten er ineens twee van deze vlogs heel snel achter elkaar. Nou, heel veel mensen waarschijnlijk ook weer blij gemaakt. En onszelf natuurlijk ook, want wij redden weer wat eten voor heel weinig geld in verhouding. Dus hij is er weer. Drie pakketten. Het is weer gelukt om drie pakketten te kunnen gaan halen. En eigenlijk lijkt het een beetje op de vorige vlog. Toen kon ik in één keer doorwandelen naar drie verschillende winkels om een pakket op te halen. Nu kan ik niet doorwandelen om een pakket op te halen, maar ga ik er wel gelijk weer drie halen in één rit dit keer. Dus ik ga eigenlijk naar verschillende plekjes rijden en dat is allemaal binnen een uur te doen. Nou, ideaal. En het heeft ook een beetje een thema vandaag. We zitten in het thema benzinepompen. Er waren ook wat kijkers die vroegen ook weer, kan er weer een keer iets van een benzinepomp? Toen dachten we, ja, de daily doen we eigenlijk altijd. Zit er nu ook weer bij, zal ik zo vertellen. Maar toen dachten we, ja, dat is ook wel leuk om nog twee andere te doen. Is misschien niet helemaal te vergelijken, want ja, hele verschillende ketens om het even zo te noemen. Maar toch wel leuk om eventjes weer een beetje een warenonderzoek te doen. Dus drie benzinepompen, drie pakketten daarvan. Ik sta hier nu al om de hoek bij een Esso. Dat is de Esso in Etten-Leur. Het pakket kostte 4,50 euro. Hebben we ook niet vaak zo'n bedrag. Maar 4,50 euro. Krijgt volgens mij uit mijn hoofd 4,0. Nou ja, dat was vorige keer. We hadden ook een keer een 4,0. En was het een prima pakket. Dus we gaan er gewoon vol vertrouwen in. Daarna rij ik door naar de daily. Die hebben we vaker gehad. De daily van de Shell. Daily to go. Die is 3,99 euro. Tot nu toe ons nog maar weinig in de steek gelaten. Meestal echt wel hele goede en leuke pakketten. En als laatste rij ik naar De Haan in Prinsenhagen. Dat is een benzinepomp die we volgens mij nu twee keer hebben gehad. En het stiekem eigenlijk twee keer een beetje tegenviel. Maar ja. Je moet altijd weer een kans blijven geven natuurlijk. Die kost 4,99 euro. Die is dus ook het duurst van alle drie. Maar ja, dan verwachten we natuurlijk ook wel gewoon iets van 15 euro in totaal te krijgen. Maar dat zien we dus zometeen allemaal. Ik ga snel alle drie af en jullie zien zometeen weer wat we allemaal gekregen hebben. Ja, en daar zijn we weer, jongens. Echt hoor. Zijn jullie al afgekikt van de vorige vlog, waar we ook de Too Good To Go's hebben uitgepakt? Vast niet. Maar we gaan weer een paar gave Too Good To Go pakketten uitpakken. En dit is diegene van de Daily More van de Esso. Ja? 4,50 euro. Precies dat. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier dus in gaat zitten. Ja, dat hè? Het is echt wel heel lang geleden dat we deze hebben gepakt. Ja, dit is wel een tijd geleden. Echt heel ja, lang geleden. Echt, gewoon echt heel lang geleden. Oeh, maar ik weet wel dat er een paar dingen waarschijnlijk bij zitten die ik morgen mee kan nemen naar mijn werk. Nou, hey, we hebben er drie dus pakketten. Dus. Een grote dingetje. Oeh. Wat hebben we hier? Wat? Zo, die is voor mij. Ja, die, een hele grote club sandwich. Nou, we zijn klaar. Oh ja, klaar. 7,50 euro. Hoppakee. Oh, dat ziet er goed uit, dat toch? Dat ziet er heel goed uit. Ja. Maar die heb je al geclaimd? Ja, die heb ik geclaimd. Nee, okay. Ik weet niet wat er voor de rest nog komt. Dus het ziet er goed uit, hoor. Het ziet er heel goed uit. Ja. Alles zit erop. Bacon, komkommer, tomaat, ja, sla. Echt wel echt een club sandwich, maar dan op zo'n soort... Ja, wat is het? Het is niet echt een wrap, hè? Nee, dat is een soort van pita brood of ja, zo. Ja, inderdaad. Zoiets. Turks brood. Ja, daar een mix van. Komkommer, ei, tomaat, vikingbrood. Viking. Bacon, sla, kipfilet en mayonaise. Oké. Okay. Dus wie weet kan jij hem hebben hoor. Maar we gaan eens kijken. We hebben drie pakketten van de benzinepomp. Een broodje. Dus. Ik denk niet tje, want hij stak er bij mij uit. Wat? Oh, een bagel. Bruin. Filet Amerikaan. Wat? Misschien wil ik die dan wel. Ik moet hem even openmaken, zodat ze het kunnen zien. Ja, zo'n saai zakje, hè. Zo, die was ook duur, zag ik op de achterkant. Ja, 5,50 euro. Omdraaien. 5,50 om precies te zo. Zijn. Er zit wel op 13 euro. Oh ja, dat is echt een grote. Kijk eens. Oeh, kijk. Oh, dat ruikt ook zo lekker. Ik heb een, dit moet je ook niet doen als je honger hebt, hè? Nee, je hebt eigenlijk niet. Ja, ik kan ook nog een broodje voor de avond, want ik vrees dat we het best wel wat hebben van de benzinepomp. Is vaak veel broodjes, ik weet niet wat bij de andere... Zo, maar dit is al pluspuntjes, zo, deze ja, twee is, alleen al. Lekker, ja. Ja, en dan zijn we er nog niet. Maar je ruikt lekker, ja? Je ruikt niks nog nee, steeds, ik nog steeds niet echt irritant. Liefje wasje? Nou, ook niet in je. Een XXL. Een XXL beefy worstje. Wow. Beefy worst. Worst. Of je worstlust. Oh ja. Nou, dat vind jij lekker, toch?
Ik hou er niet zo van. Oh ja, ik ga gewoon mee. Zo, gewoon, ja, weg ineens. Papa. En ik voel nog één ding. En nou ja, ik denk dat nu al iets is wat met rekenen. Met drinken te maken heeft. Nou, dat zou mooi zijn. Dan heb je echt een lunchpakketje. Hey, verse jus. Verse jus, 2,75. Kijk, is lekker. Dan weet je wat grappig is? Toen ik aankwam, nou ja, dat wou ik dus zeggen. Toen ik aankwam, daarom denk ik dat het ook is. Want deze namelijk ook voor ons is ook nog een paar dagen te gebruiken. Ja. Ik weet niet of die zal vers zijn geweest. Ik kwam aan, ik kom het Good to Go halen. Op de achterkant staat het. Maar toen zei die, het Good to Go, die heb ik helemaal niet klaargemaakt. Dus toen dacht ik, nee. Maar toen zei hij, ja, dat ga ik nu even maken. Dus ik heb mogen kiezen, daarom wist ik dus deze. Die wist ik. Het was filet américain of oude kaas. Oh, ja. Dus toen was de keuze voor ons heel makkelijk gemaakt. Ja. Dus toen wist ik dat die al. En de rest wist ik niet hoor, want die was er gewoon ingedaan. Ja. Maar ja, toen kon ik een beetje zelf kiezen nog. Dus ik denk dat hij inderdaad toen even ter plekke heeft bedacht wat er nog mee kon. Maar goed, voor die €4,50 ja. Is het best een mooi pakketje nou, hoor. Precies, het lijkt niet veel. €5,50, €7,50, zal het wel €1,50 zijn zo'n grote. Ja, nou minimaal. En deze is €2,75. Dat bedoel ik. Dus je hebt makkelijk goed te rekenen. Ja, niet zo als ik een beetje ziek bent. Oh. Maar €7,50 is als 13, dus dan is het... 15? Ja, het is 15,75. Dus ja, 15. Zo'n 17,25 nou, of zo. Voilà. 17,50, dus nou ja. Voldoet goed aan de en voorwaarden. En of. Oh, dus, maar lekker. Ja, dit is al gelijk een goeie. En we hebben nog 2 pakketten te gaan. Oké. Okay. Gaan we snel naar het volgende pakket. Eerst even nog resume kort, gewoon toch? Nou, of niet? Nee, ja. Ja, precies. We hoeft niet, hoeft niet apart, hè? Het hoeft niet echt een resume te worden. Nee, precies. Maar het is in onze volgorde altijd, hè. Nou, kijk jongens, dit is hem. Dus, van Dailymore Esso, €4,50. Dat is het. Oké, okay, gaan we nu naar de volgende. Ja, en dan hebben we hier mijn favoriet. Althans, de afgelopen jaren dat we dit al doen. Ja, en ook aan benzinepompen vooral. Aan benzinepompen, waren dit mijn favoriet. We hebben namelijk hier een pakket van de Daily to Go van de Shell. €3,99. Ik ben benieuwd of het weer zo'n compleet pakket is. Ja, ik ook. Laten we snel kijken. Ik ga gewoon bovenaan beginnen. Dat is goed. Als een sandwich, denk ik. Ja. De sandwich tonijnsalade. Oeh, lekker. €4,40 aan waarde. Kijk eens. Lekker. Ziet er goed uit ook. Lichtbruin brood, zie ik. Ik weet dat erop staat. Nee, gewoon lichtbruin brood. Nou, top. Ik heb honger. Oh, krijg je ineens trek in. Ja. Oké. Oké. Volgende. Ook iets wat verpakt zit. Oeh. Een donut? Nee, dit is een kennelbun. Een kaneelbun. Een kennelbun? Hoe moet ik herkennen? Kennelbun. Een kaneelbun. Kijk, ik hou van buns. Ja, en van kennels. En dat ook. Van kaneel. Van kanelen. Oh, lekker. Met dan wat kandijsuikertjes erop. Oeh. Oh, lekker. Ik hou van deze. Oh, nog meer honger. Nog meer trek, ja. Oké, dan gaan we naar de volgende. Oeh, we hebben weer een heel groot pakket. Nog meer sandwiches. Ja, de scharrel-ijssalade. Zie je, je kan best vanavond al iets eten, hoor. Zo, dat gaat zeker gebeuren, denk ik. Want anders moet het weg, want we kunnen niet zo lang bewaren. We doen wat mee naar het werk. En... Oh, lekker. Scharrel-ijssalade. Nou. We hebben nog 2 artikelen. Dus we hebben hier een artikel meer, ten opzichte van de vorige. Maar we hebben wel iets minder daarvoor betaald. Dan hebben we hier ook... Nog eentje! Een. Wow, zo zijn die €2,25 per stuk. Ja, vast wel. Het zijn allemaal vers gemaakt en zo. Oh, lekker, ja. Kaneelbun. Dat kost deze ding eigenlijk. Kaneelbun. 4,40. Lekker. 4,40. Dus okay. 8,80. En, wat zei je? 4,50 bij elkaar. 8,80 en 4,50. Ja, 12,80, 13,30. Oké. Okay. We zitten er overheen dus, want het hoeft maar €12. Wat kostte mijn drinkontbijtjes? Ja, drinkontbijtjes in de winkel. Ligt aan welke smaak, maar gemiddeld rond €1,10. €1,20. Die is €1,30. Dus deze €1,30? De kiwi aardbei banaan. Maar Vivid, goedemorgen. Kijk, dat is handig. Neem die gelijk ook morgen mee. Ja, die neem ik zeker mee. Maar ik denk dat het in de benzinepomp, dat het daar wel... het zal zijn, €2? Ja, dat weet ik zo. Ik denk het wel, zoiets. Dus we hebben ook hier weer gewoon een aanschafwaardig en makkelijk terug. Makkelijk. Maar dit is ook weer een lekker uitgebreid pakketje, vind ik, voor die 3,99. Ja, en toch elke keer ook iets drinken, iets brood en iets lekkers. Ja, ja. En dat was bij de ander eigenlijk ook. Met de Bifi, drinken, sandwich of broodje. Top. Oké, Nou ja, ook niet echt resume, of nee, wel? Ja, nee, het is allemaal niet. Dat hebben we eigenlijk nu al gedaan, maar het is... Tonijnsalade, scharrel-ijssalade, 2 kaneelpunten. Oh ja, daar gaat zeker wel iets op, denk ik. Goedemorgen. Ja.
Ja, precies. Oh, nou, ik ben heel erg nieuwsgierig naar die allerlaatste. Oké, nou, dan ga ik die snel halen. Ja, okay. Ja, snel rennen. Ben je blij? Kijk, wat een leuk tasje. Dit is wel een leuk tasje. Ja! Ja, en dit is het pakket van De Haan. Hoeveel heeft dit gekost? 4,99. Oké, dit is het duurste van ja, allemaal. Ja, ja, ja. 4,99, maar ze hebben wel moeite gedaan nou, om het een beetje leuk te maken. Ze eigenlijk moet daar nog een ol bij. Ja, dat zeggen we niet bij, hè? Good to go. Maar dit ziet er al heel leuk uit. Ja. En dicht geniet. Ik heb het ook nog niet gezien. Het stond al klaar. Het is echt een verrassing. Het is echt een verrassing. Oké, maar de duurste van allemaal. Ja, en het minste scoren. Ja, we hebben deze al een keer eerder getest. Toen hadden we zoiets van... Ja, ik denk al twee keer, zei ik toevallig. Maar toen zoiets van, dat gaan we niet meer doen. Want die was inderdaad heel erg... De tweede keer zeiden we al, nou vooruit, laten we het nog één keer doen. Want de eerste keer deden ze echt letterlijk net mee. Dat was de eerste dag dat ze meededen. Klopt. Nou, misschien wisten ze niet zo goed hoe het werkte. Maar de tweede keer was nog steeds niet zo heel boeiend. Nee. En toen zei ik, nou ja, 3 maal scheepsrecht heb ik net gezegd. Dus nou, ja, je weet het niet. We gaan het openmaken. Oh ja, kijk uit van nietjes. Ja, nietjes, ja. En we gaan gewoon eens graaien. Heel benieuwd, ik pak gewoon het eerste wat ik boven tegenkom. Oeh, dat zijn... nou, dat begint wel lekker. Een appelkoek. Een appelkoek. Oké. Kijk, nou, dat is altijd goed. Gewoon lekker om het gewoon mee te nemen ergens naartoe. Ja. Makkelijk. Is het, kan je zeggen, is het heel erg aan de datum? 25. Oh, dat is nog een paar dagen, ja, precies. Oké, een volgende. Wat is dit? Kijk nou. Had Nova maar niet moeten zien. Nee, die ligt al lekker te slapen. Maar die zal we even apart houden voor haar. Ik denk, heu, wat voel ik nou voor ei? Maar dat is wel geinig. Dat is heel geinig, tot te kijken. Oh, die zegt nog best wel een tijdje houdbaar zelfs. Ja, ja, ja. Dus die zit er gewoon leuk extra bij of zo. We hebben allemaal kleine artikelen. Oh, nee, het was best zwaar. Ja, maar die zwaar ga ik nu eruit ja, halen. Oké, okay, ben benieuwd. Iets drinken. Een Fanta. Nou, een halve liter Fanta. Zero sugar. Gewoon zero een lemon. Zero sugar. Ja, Fanta lemon. Dus dat is inderdaad niet de oranje, maar de lemon. Oh, nou, dat ziet er ook lekker. Ja, ik mis alleen nog een brood. Ja, of iets normaal eterigs. Ik kan nog iets drinken. Is het niet, was het niet vandaar dat die... Nee. Nee? Die hebben ze niet daar. Nou, ik pak eerst iets anders aan het drinken. Oké. Okay. Ik heb een blikje, wat gaat? Oeh, snelle jelle. Welke oude rozijnenkoek. Lekker. Nou, dat is wel een beetje al de niet echt brood, maar wel gewoon een pakket. Een broodding. Oké, dat is wel denk ik de meest afwisselende. Dat wel, ja. Nou, ik ga een blikje gewoon pakken. Oké. Wat hebben we hier? Hé, hey, Pepsi Max. Een Pepsi Max. Ik zag hem al, ja. Nou, kijk. Dat is ook wel netjes, toch? Kunnen we gewoon weer even meenemen naar anderen. Wij drinken niet zo heel snel. Ik heb er nog één. Oeh. En het voelt als chocola. Oh, echt? Ja. En dan is het wel echt een sterk pakket. Oh ja. Wat staat erop? Een hazelnoot. Ik kon niet zo goed zien. Ja, met gebroken hazelnoten. Oké. Okay. Nou, dit is meer gewoon de snackjes op zich ook. Dit is prima, inderdaad wel echt een snackpakketje. Daar ligt nog wat we net uitpakten. En ligt een heel veel brood en dat soort dingen. Dus op zich is het ook prima om dan dus even... Dus qua combinaties is het wel heel geinig gedaan. Maar als je inderdaad echt voor een... denkt van ik ga voor een snelle Ja, bad. Voor echt een lunch Ja, weet je, een lunchidee, dat moet je niet bij de Haan Nee, dat moet je dan nu niet. Niet. Nee, bij deze niet. Maar ik weet helemaal niet wat we de vorige keer hadden. Nee, dan moet ook willen jullie weten. Kijk zeker even terug in de playlist to go. Kom je hem zeker tegen. Nou, inderdaad. Maar wel grappig. Maar dit is wel weer een hele geinige. Zullen we deze wel even kort even mee? Ja, is goed. Doen wij eventjes. Oké dan. Nee, het heet echt geen snackpakket. Het heet echt verrassingspakket, maar het lijkt... op zich is het wel een verrassing. Ja, dat is ook. Ja, inderdaad. Kijk, het is een surprise. Een surprise. We hebben een Fanta Zero Sugar Lemon. We hebben een lekkere reep met gebroken hazelnoten. De kindersurprise. Leuk wat erin zal zitten. Iets met natoens staat hier bovenaan, zie ik. Natoens, denk ik. Iets met dieren of zo. Ik weet het niet zo goed. Iets met natuur. Een appelkoek. Een snelle jelle rozijnenkoek. En we hebben een Pepsi Max, hoe je het ook noemen wil. Ja. Dus wel echt inderdaad een soort snackpakket. Met die anderen hier nu omheen. Die heel anders waren. Die waren heel anders. Maar wel grappig. Wel, ik vind het wel een goed pakket. Ja. Dat wel. Mijn nieuwste vraag. Nou. Welke is de leukste? Welke vind jij de leukste? Moet ik dat nu al zeggen? Nee. Nee, hè? Nee. Even over nadenken. Ja. Oké. Want dan hebben we het natuurlijk over de Daily More pakket. Dan hebben we het over de Daily To Go van de Shell. En dat was inderdaad de Esso. Of we hebben het over de Haan pakket. Ja, welke vinden wij het leukst? En welke vinden jullie het leukst? Laat het even in de reactie achter. Ik ben heel benieuwd welk pakket jullie voorkeur heeft. Oké. Welke vind jij het leukst? Ja, lastig. Ik denk dat als ik echt één heel pakket moet kiezen, ga ik voor de Esso. Ja, voor de Esso. Maar als ik ook nog een mixje mag Daily doen, More. Wil ik graag de Daily More, de die eraf en die erbij.
Okay. Van de Shell zo. Oké. Ja, dat is mijn voorkeur. En jij. Ja, ik denk dat ik dan eigenlijk voor dit setje ga. Als ik naar een hele set moet gaan kijken. Ja, dat moet dan even. Ja. Maar als ik mag mixen. Ja, ook. Ja. Dan doe ik er eentje af. Oh. Doe ik een Bifi erbij. En die erbij. Nee, die hoef ik niet per se. Zo. Oké. Ja, dan is dit mijn pakketje. Oh, oké. Maar ik zou dan ook nog wel deze willen. Doe die nog hierbij. Ja, oké. Maar dan hebben we Skin Surprises voor Nova. Nova. De cola. Die hoef ik niet. Zijn geen Pepsi drinkers. Voor andere mensen. Die neem jij nog wel. Ja, die doe ik er nog wel bij. Fanta Lemon. Nou, dan wordt het zo eerlijk verdeeld. Ja, nou prima. Ik zeg deal. Ho, was je half hoofd. Ik zeg deal. Oké. Ja. Zo, klaar. Oeh, ja, we gaan toch voor het broodje filet americain hoor, een stukje. Jij? Ja, ik in ieder geval. Ik nog niet. Oh, kijk eens. Lekker. Zo is goed belegd. Hij is zeker goed belegd. Oh, lekker vers. Ja, lekker. Oeh, een kaneelbun. Zit er enige vorm van smaak aan? Weinig, maar... neus wel. Ja? Meestal als je dan even je neus ophaalt, hè, dan proeven. Wat ik nu proef is erg lekker. Oké. Oeh, gaan we diep proeven. Wat zit jij daar te doen? Nee, ik hoef die niet. Ga je nou gewoon een stukje bacon aan Reza geven? Dat lust hij helemaal niet, joh. Nam. Of misschien toch wel. Ja. Oh, hij wil meer. Zo. Die was helemaal... Ik had niet zo groot eigenlijk bedacht, maar hij was al weg voordat ik... Nou, hij heeft hem ook gewoon al bijna... Oh, hij heeft hem al op. Jeetje, Razer. Ah, hij kan er net niet bij. Ja, een beetje werken voor zijn voor zijn eten. Nee, jongen. Oh. Je moet wel kouwen. Oh. Je ziet het dus gevuld zijn, joh. Kijk. Wat? Niet normaal. Niet normaal. Ja, want ja... Nee? Nou. Want ja, het is 10 uur 's avonds, dus tijd voor een late night snack. Ja, is die lekker? Ik heb nog steeds een stukje van mijn kaneelbroodjes, die zal ik zo ook nog even opeten. Maar blij dat het lekker is. Kijk, goeie deal. Ja, en toen zijn we weer aan het einde gekomen van deze Too Good To Go vlog. Dat is wel lekker, hè? Ja, proef het eten nog, zeg maar. Als ik zo doe... Dan proef ik het. Ja? Dat is echt raar. Dat is toch, maar zo werkt die air-up fles ook. Ja, dat is ook zo. Ja, dus met door middel van lucht. Ja, ruiken. Dus ik ruiken zo. En dan hapjes snel nemen. En dan proef ik wel iets. Het is niet veel. Hey, maar je moet wel als je niks proeft de hele dag. Inderdaad. Dat wordt zo saai. Ja. Ik eet omdat mijn buik zegt dat ik honger heb. Maar voor de rest... Smakeloze bende. Ja. Ja. Maar goed, maakt niet uit. Dat was even sideways. Ja, ik kan zeggen. Ja, we waren even bezig met het afsluiten van deze tweede Too Good To Go vlog achter elkaar. Het is echt niet te geloven. Nee. Ja, maar dat heeft natuurlijk de reden dat we deze vlog ook maken. Ja, stiekem wel. Ja. Maar het is ook wel een wonder dat het gelukt is. Ja. Want ik dacht, hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Eigenlijk in 2 dagen zes pakketten te halen. Nou. En nog best ook wel handig voor elkaar gekregen. Als in gisteren, het is jullie vorige vlog voor ons, het is een dag terug. Heb ik eigenlijk zo natuurlijk wandelend alle 3 de pakketten kunnen ophalen achter elkaar. En vandaag heb ik gewoon 3 benzinepompen die eigenlijk zo op een route liggen om weer terug te gaan. In de tijd dat Nova aan het jumpen is, heb ik dat even zo allemaal gehaald. Dus ja, dat was eigenlijk prima uitgekiend op deze manier. Nou, het is goed gelukt. Ja. Dus en, maar is het nog, want je hoort wel eens van mensen tot het heel moeilijk is om pakketten te scoren tegenwoordig. Is dat nog steeds zo? Ja, is wel. En dezelfde pakketten zijn heel vaak open. Ik snap niet zo goed bij sommigen waarom. Want het broodpakket van de Dirk, daar zijn wij allebei altijd heel erg over te spreken. Ja, ja. Maar die staat altijd nog open. Dus of ze hebben heel veel, of mensen vinden het toch niet zo boeiend. Nou, vinden wij niet erg. Nee, daarom. Dus die is voor ons in ieder geval net teleur heel makkelijk te verkrijgen. Iedere dag staat die open. Die kunnen we eigenlijk iedere dag als we willen, kunnen we die pakken. Ja. Maar er zijn echt wel heel veel nieuwe bijgekomen. Die heb ik echt nog nooit open zien staan. Dus daar moet ik nog even achteraan. Welke tijden staan die meestal open en wanneer niet, zeg maar. Ja. Dat weet ik niet, maar ik heb de laatste tijd heel veel dezelfde. Dus inderdaad, benzinepompen zijn vaak makkelijk bij ons te krijgen. Dirk, heel veel Dirks hebben we in deze omgeving, zijn allemaal vaak nog open. Het teleur is the place to be, hè? Ja. Ja. En dan heb je in Breda, in Prinsenbeek en Rukveen, een heleboel Dirks waar je die allemaal kan vinden. Maar voor de rest, voor echt nieuwe pakketten, zijn lastig. Ja, oké. Nou, gaan we ons best weer voor doen voor een toekomstige Too Good To Go vlog. Ja, dat zal het nieuwe jaar worden. Dat zal het nieuwe jaar gaan worden. Ja. Want de eerstvolgende vlog die na deze gaat komen, is de start van een weekje vakantie. Lekker. Ja, dus dat gaan jullie allemaal weer zien in de volgende vlog. Yeah. Maar dat betekent dat we deze Too Good To Go vlog gaan afsluiten. Oh.
Ben je nou nog niet geabonneerd? Vergeet het zeker niet te doen. Door te abonneren onder onze video op die abonneerknop. Kleine moeite, groot gebaar. Aan de zijkant van die knop vind je een... Groot gebaar. Oh, gebaar. Het klonk als groot gebaar. Nee, groot gebaar. Jij bent ook een beetje verkouden. Ja, dus. Gezellig hier. Ja, als ik een hele gezellige band hier, met dat gehoest allemaal. Ja, dus inderdaad fijn. Aan de zijkant van die knop vind je een belletje. Als je daarop klikt, krijg je automatisch bericht zodra we weer een nieuwe video hebben geüpload. Ja. Je kan ons supporten op meerdere manieren. Zo. We hebben een Etsy webshop. Wil je weten wat we daarop verkopen? Kijk dan even op www.reizigers.nl/Etsy. We hebben een merchandise shop. Waar we leuke kleding en andere accessoires verkopen met ons logo erop. Superleuk. Op www.reizigers.nl/shop. En als laatste kan jij lid worden op ons YouTube kanaal. Voor vast bedrag support je ons. Krijg jij de exclusiviteit voor terug. Waar wil je precies allemaal weten wat het inhoudt. Klik dan even op die knop. Dan leg ik in een video aan jullie uit wat het allemaal precies inhoudt. Ja. Dat. Laat natuurlijk ook die duim omhoog achter op deze video. Zodat we beter vindbaar zijn voor het YouTube algoritme. En dan kunnen wij niks anders zeggen. Tot de volgende vlog. Doei!